wel een beetje emotioneel. Ik zie nog helemaal niemand. Oh, daar staat hij. Oh, I'm so excited. Ik ga jullie meenemen. Wij gaan een taartje bakken. Voor wie? Nou, zaterdag. En ik ga vandaag lekker de hele dag terrassen met mijn vriendinnen. Ik ben. Hallo allemaal en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is dinsdagavond en ik ga heel eventjes naar het voetbalveld. Ik heb mijn afscheid, want ik ga stoppen met voetballen. Helaas, het is waar. Ik heb er gewoon echt geen tijd meer voor. Ik heb het hartstikke druk met werken. Ik heb het druk met mijn social media. Ik heb het druk met mijn sociale leven. Ik heb het gewoon echt super druk met van alles en nog wat. Dat twee keer in de week trainen en de zondag de hele dag van huis er voor mij helaas op dit moment niet meer in zit. Ik blijf wel voetballen op de vrijdagavond. Oh, even mijn zonnebril, want die zat achter mijn dingen. Op de vrijdagavond blijf ik voetballen. Maar ja, het hoogvoetballen ga ik dus mee stoppen. En ik ben nu uitgenodigd om langs te komen om afscheid te nemen. Ik blijf natuurlijk wel gewoon komen en kijken. Maar er stopten meerdere meiden die ook allemaal moeder zijn geworden. Dus ze hebben waarschijnlijk iets leuks geregeld. Dus ik ben heel benieuwd. Het zal geen groot feest zijn, want dat kan natuurlijk niet. Maar daar ga ik nu dus heen. Het is 19:30 denk ik nu. 19:45. Ik moest er om 8:00 zijn. Het zie je de poort uit. Dus ik heb vooral geen haast. Ik ben buiten adem. Ik heb net de kinderen op bed gelegd. Maar goed, dat ga ik nu dus doen. En ik wil jullie allemaal super erg bedanken dat jullie er al zijn voor deze nieuwe video. En vergeet alvast niet een duimpje omhoog te doen, want dat zou ik super tof vinden. En daar zou je me heel blij mee maken. En dan zie ik jullie zo meteen weer. Ik ben onderweg. Ik heb mijn eigen drinken bij, want de kantine is natuurlijk nog dicht. Zonnebrilletje op, want het is echt heerlijk weer. En morgen wordt het nog veel warmer. En ik heb er helemaal zin in. Ik ben ook wel een beetje emotioneel. Ik zie nog helemaal niemand. Het zou om 8:00 beginnen. Ze zijn al wel aan het trainen, andere teams. Ik denk wel dat er al mensen zijn. Ik weet het niet. We gaan het zien. Ik ben heel benieuwd. Goedemorgen allemaal. Het is alweer de volgende dag. Ik heb gisteren niet echt mee gevuld, maar ik ga dadelijk jullie even laten zien wat ik allemaal cadeau heb gekregen. Ik heb trouwens net wat matten naar beneden gegooid. Die heb ik gekregen van persbureau. Van Nivea. En we kunnen daar mooi mee spelen. Ik ben trouwens maandag gestart met, ja, het is niet echt per se afvallen. Maar het zijn shakes waardoor je dus beter in je vel gaat zitten. Waardoor je meer energie krijgt. Waardoor je een minder opgeblazen gevoel krijgt. Waardoor je beter kan gaan slapen. En ik heb het nu 2 dagen en ik merk echt wel een verschil. Ik heb niet meer dat opgezette gevoel. Wat je loopt weer eens een blote piemel. Jin, jouw piemel vliegt dadelijk weg. Ja. Waar is jouw broek? Ga je broek maar eens even aandoen. Die loopt de hele dag in de blote kont. Ja, dus ik zou vandaag ook denk ik niet heel erg veel kunnen filmen. Want die gast die loopt gewoon de hele dag in de blote kont. Ik heb trouwens geen make-up op. Ja, hoef ik niet ook dit te zeggen. In de zomer draag ik eigenlijk bijna nooit make-up. Ja, alleen wat op mijn wenkbrauwen en dit. Maar dit zit er nog op van gisteren. Dus ik ben zo bij bed gekomen. Volgens mij heb ik niet eens mijn haar gekamd. Maar goed. Jin, ik wil even dat je je broek aantrekt. Want mama heeft niet jouw billen ingesmeerd. Nee, dus trek maar even jouw broekje aan. En hier is Raf. Raffi. Hallo. Heb jij de mooie bellenblaasmachine? Nee, een mooie bellenblaasmachine, hè? Maar hij is leeg. Dus komt af en toe nog maar een belletje uit. Oh. Nou, ik ga heel eventjes zijn broek aan doen. En ik ga dus deze shake opdrinken. En ik hou jullie even up-to-date deze week. Ik ben tot nu toe nog niet afgevallen. Maar ik ben gisteren dus ook ongesteld geworden. Dus daar kan het natuurlijk ook wel liggen. Bellenblaasmachine in mijn gezicht. Let's go. Wat is dat? Oren. Oren. Maar dat zijn handjes. Dat zijn handjes. Doei. Oh, doei. Het is inmiddels. Ik weet het niet eens. Robin is al wel thuis geweest. Maar die is weer heel eerst naar de winkel. Die moest op een pakketje brengen. Het is 05:30.
En ik heb mezelf heel even naar schaduw verplaatst. Ik heb de hele middag in de zon gezeten. Mijn zusjes hier geweest. En Gerard is hier geweest. Maar ja, ik kan dus gewoon niet filmen. Want Jim die loopt de hele tijd in zijn blote koekoek. Dus ja, dus dat. We hebben het zwembadje hierop staan. Een klein zwembadje van Action. En ik heb wat emmers met water staan. En dat soort dingen. Dus die kinderen vermaken zich wel. Maar ik ben nu zo lam. Want ik heb de hele middag in de zon gezeten. Raf heeft nog wel een lekker dutje gedaan van 2 uur of zo. Maar nu ben ik echt zo lam. En dan moet ik aan het eten gaan beginnen. Ik ga even balie maken. Ik denk dat ik dat nu maar ga doen. Of noedels. De kinderen zijn even naar binnen gevlucht. Die zitten achter de televisie. Die zijn natuurlijk ook helemaal lam. De hele middag met water gespeeld en in het zwembad gelegen. Dus ik ga nu bami maken. En dan gaan we straks lekker eten. En ik denk dat de kinderen op tijd naar bed gaan. Die zullen wel helemaal afgebrand zijn door dit weer. En morgen moeten ze weer naar school, dus het wordt weer een lange dag. Dus lekker op tijd naar bed. Ik denk dat Robin gaat sporten straks. Geen idee, maar ik denk het wel. Dan heb ik lekker avondje voor mezelf. En dan ga ik denk ik mijn vlog van vorige week uploaden. Ja, dat ga ik denk ik doen. Dus dat. Ik ga eerst koken. Het is alweer donderdag. 5:05. En ik rij net weg bij de zaak. Lekker weekend, jongens. Oh, de camera is falling. Maar ik ben dus trouwens op zoek naar de gouden tip voor dit soort shirtjes. En dan de perfecte BH voor eronder. Want mijn BH's komen er gewoon allemaal onderdoor. En dan zoek ik... Oh, die gaat hier af. Dan zoek ik wel een BH... Waardoor je, waar je tepels zeg maar niet doorschijnen. Maar die er niet zo onderuit komt. Want ik vind het gewoon mega storend. Kijk, en dan trek ik hem wel elke keer zo op. Maar 1 seconde later dan... Ja, zie je, nou wordt hij alweer zichtbaar. Het is gewoon heel vreemd. Ik zet jullie even aan de andere kant neer. Ik ga nu naar huis en ik werd dus straks gebeld door de postleverancier. En die heeft een heel gaaf pakketje langsgebracht. En ik ga jullie dadelijk even showen wat het is. Het is echt mega tof. Het is een tuinmeubel. Ja, zo'n tuinstoel, zo'n hangstoel. Die kun je ophangen, maar je kunt hem ook neerzetten. Echt mega lachen. Ik weet zeker dat de jongens het helemaal te gek vinden. Want dat ding kan ook schommelen en zo. En dan kan ik dan gewoon s'avonds lekker aan chillen. Overdag kunnen de jongens daar aan chillen. En nou ben ik eigenlijk nog op zoek naar een tafel met 6 of 8 stoelen. En dan wil ik misschien nog iets leuks voor als je zeg maar bij ons de achterdeur uitkomt. Een beetje een soort luifelachtig iets. Een beetje wat het gezelliger maakt. Alleen wat precies weet ik niet. Dus daar moet ik nog even naar op zoek. Maar met deze stoel is het eigenlijk al wel een beetje compleet. En weet je wat nou leuk is? Die stoel die ik jullie straks ga laten zien, die kunnen jullie winnen. Ja, jullie horen het goed, jongens. Dus het wordt heel spannend, want jullie weten nog helemaal niet over wat voor stoel het gaat. Ja, nee, ja, een beetje. Ik heb het natuurlijk al een beetje geklapt. Maar als jullie willen winnen, ga dan heel eventjes naar mijn Instagram account. Ik zal hem hieronder even neerzetten. Komt-ie. En volg even de instructies die je moet volgen, die eronder staan. En dan kun je zo'n gaaf stoel winnen, die ik jullie zo meteen ga showen. Er zit een vrouw achter mij. En ik kijk net in mijn spiegel. Ik durf bijna niet meer in mijn spiegel te kijken. Maar ze zit heel raar te kijken naar mij. En waarschijnlijk kijkt ze naar mijn camera op mijn dashboard. Dat snap ik ook wel. Ik zou ook heel raar kijken als iemand zo dol tegen haar camera aan het praten was. Maar goed, dat moet je dus doen als je die gaaf stoel wil winnen. Ik ga nu de kindjes ophalen. Ik heb er helemaal zin in. Maandag was het echt ellende. Toen heb ik ze opgehaald. Oeh, daar gaan jullie weer. Toen heb ik ze opgehaald. Toen hebben ze echt alleen maar bijna gehuild. Ja, nou ja, Jin heeft eigenlijk alleen maar gehuild. Ze wilde niet eten, ze wilde niet spelen. Blablabla, beetje overprikkeld denk ik. Dus nu ga ik ze ophalen. Hoop ik dat ze goede zin hebben. Dan komt een Ferrari en die gaat mij inhalen. Maar die kan me niet inhalen, want er rijden heel veel auto's voor me. Jongens, ik ben helemaal opgefokt door deze weg. Nou, ik ben alweer 3 minuten aan het lullen. Gaat er helemaal nergens over. Er zit een Ferrari in mij te rug te duwen. Ik rijd gewoon 85, dus ik rijd niet te zacht. En hier staat nou een bordje met 50. En nou twijfel ik dus of ik 50 ga rijden om hem te jennen. In verband met wegwerpzaamheden. Oh ja, ik moet ook 50 gaan rijden. Maar er zijn geen wegwerkzaamheden. Dus ja, het stoplicht staat groot, dus hij gaat mij zo inhalen. Wij zijn eens meemaken. Ik blijf nog heel even filmen. Kijk, daar komt hij aan. Zien jullie hem? Oh, ik mag doorrijden. Oh, hij moet remmen, want hij gaat linksaf. Nou, dat was het. Het Ferrari-avontuur. Ik check jullie later. Ziet
ben al even thuis. We hebben lekker gegeten. Pasta gegeten, Raf. En er staat een cadeautje in de schuur. En die gaan we openmaken. Oh, daar staat hij. Oh, I'm so excited. Ik ga jullie meenemen. Nou jongens, het is lekker. Maar Raf heeft dus eventjes tussendoor de vlogcamera te pakken. Ik ga jullie weer heel even terugzetten, want we gaan nog heel eventjes verder met uitpakken. Wacht, ik zet jullie hier op. Hebben jullie wel een beetje beeld gekregen? Als de jongens het dan niet af gaan halen. Wat wil je? Tractor? Ja. We zijn even bij de supermarkt, want we gaan even een taart kopen om te maken voor opa en oma dag. Kom deze kant op. Ga maar naar Jin. Ben je eronder? Ik ben dus ondertussen terug van boodschappen doen. Ik zit op pakketjes te wachten, maar ik zie nog niks. Ja, we waren in de winkel geweest, hè. Maar nu willen wij dus de taart gaan maken. En nu hebben we niet alle spullen in huis. Dat is niet handig, hè? Nee. Oh, ik zal wel met de camera's omdraaien. Dat is ook wel zo. Maar we hebben al het geluk. Want tante Roos die is even in de winkel. Dus die neemt eventjes de spullen mee. En dan komt ze die zo brengen. En dan kan Raf dadelijk even lekker... De tante ook in. Tante Roos is even in de winkel. Andere winkel is tante Roos, hè? Ja. Ik wil niet tante Roos hebben. Nee, jij bent niet met tante Roos in de winkel. Dus mijn zusje die neemt straks eventjes de spullen mee. Ik kom mama bouwen. Jij was met mama in de winkel geweest. Hè? Dat was wel gezellig, hè? Dat is dus mijn winkel. Andere winkel, ja. Dus wij gaan nu wachten op Rosita. Deze donderstien gaat zo lekker naar bed. Eerst even appelstapje drinken. Je moet hem recht houden, schat. Zo komt er niks uit. Ja, ik ga hem helpen. Wij gaan een taartje bakken. Voor wie? Tante Roos heeft eventjes de spullen gebracht. En dan gaan we een taartje bakken voor opa en oma. Ja. Opa en oma, want het is opa en oma dag. Dat is een beetje moe. Maar wij gaan dus een kwarttaartje maken. Let's go! De taart is uit de koelkast. En wij gaan even met kleurtjes wat moois erop maken. Ga jij met geel doen? Ja. Maar wel een klein beetje, niet te veel, hè? Nee. Dan gaat mama een hartje maken voor opa en oma. Even kijken of die open is.
Mama, zal mama eerst een hartje maken? Ja. Oeh, een hartje maken. Ga maar een hartje maken. Kijk eens. Hé, hey, die is mooi. Dit is mooi. Ik wacht, mama eerst even opa schrijven, ja? Opa schrijven. Opa schrijven. Mama kan het helemaal niet goed. Nee, mama niet goed. Even wachten. Jij mag zo, schatje. Ja, even wachten. Opa. Opa. Vriendje. Ben jij opa's vriendje? En dan doen we hier opa. Hier ga opa. Hier oma, hè. Hier op een huisje. Ik heb vingersvies. Je vingersvies? Ja. Dit zou ook niet zou komen. Nee, nou doe maar een beetje met geel erop. Kijk, moet je zo doen. Mama even helpen. Zo. En dan knijpen. En dan zo een beetje wiebelen. Goed zo. Lekker. Wauw. En nog een beetje daar. Wauw, Jin. Mooi hoor. Hé, hey, dat is mooi. Nu is een hartje maken. Nu een hartje maken, hè? Prachtig, schat. Oh, ja. Je moet niet in de taart, hè? Jin heeft nog allemaal kwark op zijn snoetje zitten. Ja. Wij gaan in ieder geval eventjes deze taart afmaken. Dan ga ik afvakken maken, want het is al 3 uur. Ik hou hem even in de gaten, voordat ik dat ding helemaal leeg spuit. Ja. En dan gaan wij naar mijn ouders om een taart te brengen en op te eten. Oh, is hij nou op? Ja. Oké. Okay. Ah, de kindjes. Dat zijn mijn ouders. En ik ga heel eventjes wat voor mezelf doen. Ik ga heel even naar de schoonheidsspecialist. Hier in het dorp, naar Annemiek. Had ik er weer helemaal zin in. Mijn zusje gaat heel eventjes mee. Oh, die wil niet op film. Want ze heeft zogenaamd... Goedemorgen jongens! Het is vandaag zaterdag en ik ga vandaag lekker de hele dag terrassen met mijn vriendinnen. Wat zeg je? Nee, ik weet niet wat ze zei. Ik heb mijn haar al een beetje gedaan. Mijn make-up moet ik nog doen, dus dat ga ik zo meteen heel eventjes doen. Ik ga de jongens zo eten geven. Robin is namelijk heel eventjes naar sportschool. Ik ga met wat Instagram-vriendjes lekker terrassen. We hebben afgesproken om eerst ergens te gaan lunchen. Ja, volgens mij mag je dan 2,5 uur op dat terras blijven zitten. En dan gaan we door naar een ander terrasje. En daar gaan we lekker borrelen. Zo gaan we doen. Kijk, hier staat heel mijn haar een beetje. Heel raar. Zal ik zo nog even kort fixen. Het is nu 9:15 of zo. En mijn vriendje komt mij om. 9:45 reed ze weg. Dus dan zal ze om 11 uur hier zijn. Komt ze mij ophalen. En dan rijden we richting Eindhoven, richting Patricia. En dan gaan we lekker de stad in. Ik heb er helemaal zin in. Wat is er dan? Robby loslaten. Oh, Rafa had gin gepakt, jongens. Wat lusten jullie op brood? Pasta. Pasta. En wat lust... pasta. Een broodje pasta. En wat lust jij? Pasta. Wil je ook pasta? Ja. Kijk, aan de grote en, en wil jij ook pasta? Ja. Oké, top. Wil je ook aardbeien? Ja. Wil jij ook aardbeien? Nee, ik wil niet aardbeien. Stamt dan pas op je schoen. Nee, jij hoeft natuurlijk geen aardbeien. Je is een beetje allergisch voor fruit of zo. Ja, allergisch. Hij eet het gewoon nooit. Rafa is helemaal gek van fruit en rauwkost. Ik ga een broodje maken voor die jongens. En... oh ja, ik moet shaken. Shake voor mezelf. Wow. Joe. Flesje water, shake iedereen. Na een half uurtje mag ik ontbijten. Dus dat ga ik doen. Koffietje drinken. En ik zie jullie zo. Oh, ik ga mijn batterij ook opladen, want ik zie dat die bijna leeg is. Goedemorgen. Ik. Jin gaat zo lekker voetballen. En jij, Raf? Full focus on Boomba. Ik heb gisteren helemaal niet meer gevlogd. Het is schandalig. Maar ik heb wel een superleuke dag gehad met de meiden. Ik was denk ik rond 6:30 thuis en ik heb helemaal niet meer aan vloggen gedacht. Ja, heel erg slecht. Slechtste vlog ever. Welkom. Dat ben ik. Maar goed, wij gaan zo meteen naar de voetbal met Jin. En we brengen Raffaël eventjes bij mijn ouders. Ja jongens, mijn haar dit zit echt voor een meter hier bovenop. Dus dan moet ik zo nog heel eventjes fixen. Dan gaan we naar de voetbal. Dan breng ik heel even mijn koffie op. En
ja, voor vanmiddag staat er nog weinig op de planning. Ik wil wel iets leuks gaan doen als de zon doorkomt. Wat weet ik nog, maar daar ga ik vast wel nog iets op verzinnen. En dan gaan we eventjes, hun gaan nog ontbijten. En dan ben ik met een opa gebeld. Verder word ik helemaal niet gek van die tractorgeluiden. Wij zijn bij mijn ouders, tijd voor koffie. Het is inmiddels alweer 10:55. En de zon breekt langzaam door. Zondagmiddag! We zitten in de auto. Ik heb het idee dat ik echt nog bijna niet heb gevlogd trouwens. Maar dan gaan we zien van de week, als ik de vlog ga monteren. Wij gaan naar de ijsboerderij. Ik ben een ijsje eten. Raf is net pas wakker. Het is al 3:50, zie ik. Hij is om 3:30 wakker geworden. Iemand later naar bed als normaal. Maar nu gaan we dus heel eventjes lekker een ijsje scoren. De hele springkussen voor jezelf. En jij gaat er niet op, Raf. Oh, toch wel. Springen! Ga je van de glijbaan? Ja. Moet je aan die kant. Kiekeboe! En Gray? Woe! Goed zo! Nog heel even bij de koetjes kijken. Kijk hoe leuk, jongens. Tractor! Jin, wat doet hij bij papa? Kijk eens bij papa! Kijk, kijk, kijk! Kijk, papa! Ga maar bij papa, schatje! Raffel ook! Wie heeft deze lekkere pizza gemaakt? Papa. Jin. Of die is lekker bij mama in bad geweest. Ja. Zeggen jullie, dankjewel voor het kijken. Dankjewel kijken. En duimpje omhoog. Duimpje omhoog. En tot volgende week. Volgende week. Doei doei. Doei.